Hoe is het hier? Ja, goed. Gezellig dat je bent. Leuk. Zeker. Ik reed langs en ik had toch gehoopt dat het dit huis zou zijn. Want wat een prachtig huis en wat een heerlijke plek. Ja, ja, we zijn er ook echt heel erg blij mee. Je hebt het helemaal zelf ontworpen? Ja, eigenlijk wel. Wij waren verliefd op dit stuk grond. Ja. En stond niet in de verkoop. Okay. Dus met een briefje ben ik er naartoe gegaan en heb ik aangebeld. En die mevrouw was toevallig een week geleden, zei ze van nou ja, ik wil het in de verkoop, wil ik het doen. Zo, dus precies op het juiste moment. Serieus, ja. Dus het moest echt zo zijn. Toen stond dit huis er natuurlijk nog niet. Maar vervolgens zijn we dus inderdaad zelf gaan ontwerpen. En we wilden heel graag een wit huis met een rieten kap en gepotdekseld hout. Nou, dat is het geworden. Is gelukt. Echt een combinatie tussen landelijk en modern, lekker strak. Ja, klopt. Ja. Nou, ik ben benieuwd ook hoe het er binnen uitziet. Nou, en naar de tuin kijken. Leuk, gezellig. Ik ga met je mee. Ja. Een gezellige keuken. Dankjewel. Het ziet er leuk uit. Ja, we zijn er ook heel blij mee. Dit is echt de centrale ontmoetingsplek voor het huis. Hier wordt huiswerk gemaakt, hier wordt gewerkt, hier wordt koffie gedronken, geborreld, gegeten. Echt een functionele ruimte. Alles, ja. Leuk, ziet er echt mooi uit. Ik hoor een open haardje, denk ik. Ruik ook een beetje de gezelligheid ervan. Ja, dit is de woonkamer. Dit is echt voor het gezin. Hier zitten we dus ook nooit met verjaardagen. Nee, het is echt meer privé om lekker te kunnen ontspannen en dergelijke. Ja, heerlijk. Met z'n allen tv kijken, zak chips tussen ons in, pleetjes om. Oh, gezellig. Gezelligheid. Ja. Leuk, knus ook. Ja. Ik zie daar een soort van verhoging. Ja, klopt. Is het een ouderwetse opkamer? Ja, dat hebben we wel zo nagebootst. Puur voor het speelse karakter, zeg maar. Dat je echt dat niveauverschil hebt. Ja. Dit is een kamertje die eigenlijk, ik zeg altijd, met de leeftijd van de kinderen verandert. Ja. Je hebt een mooi zicht zo naar de keuken toe, naar de kamer. Klopt. Nou, we hebben wel keurig gedaan hier binnen, maar ik ben natuurlijk ook benieuwd naar buiten en naar de tuin. Snap ik. Gaan we kijken? Ja, ik ga graag mee. Buiten. Ja. Maar toch een beetje binnen. De veranda, ja. Ja. We hebben dat echt wel zo aangepast dat het een verlengde wordt van ons, nou in dit geval van de keuken. Het is wel een beetje American style, toch? Met zo'n verhoogde vlonder en het hekje hieromheen. Ja, met de verhoging wilden we heel graag gewoon vanaf hier wilden we over de tuin heen kijken. En door die hekjes, dan creëer je echt een soort kamer. Ja. Een afgesloten geheel. Ja. En dat wilden wij heel graag. Ja, hoe is de tuin tot stand gekomen? Want het is best wel een hele grote kavel. Klopt, ja. Wij hebben een kavel gekocht van 3000 vierkante meter. Dat is natuurlijk best groot. En het was alleen maar gras. En ik voelde me echt verloren als klein vrouwtje in zo'n klein enorme vrouwtje. Tuin. Ja, dus we hebben echt gewoon op het midden van het grasveld hebben geplaatst. Ja, de tuin opgedeeld in verschillende ruimtes. Ja, om echt kleiner te laten lijken. We hebben met verschillende terrassen hebben gewerkt, met hoogteverschil. Ook het hoogteverschil is natuurlijk het buitenverblijf. Evert en Henk? Ja. Ook aanwezig? Ja, onze varkens. Oh. Evert, kom maar. Henkie, kom maar. Oh, die komen ze ook echt. Ja, alleen nu niet. Kom maar. Hij dacht, laten we even lekker hangen. Bekijk het lekker. Hebben jullie nog meer beesten behalve de varken? Ja, kippen, haan. Oh, echt? En konijn en hond. En een hond nog eens. Ja. Nou, hartstikke leuk. Ja. Het is echt landelijk wonen, toch? Het is echt landelijk wonen. Nou, dan ons volgende terras. Ja. Wat onder de platanen. Onder de platanen. Echt een heerlijk plekje. Ik wilde echt een beetje dat mediterraanse. Gezellig. En natuurlijk de witte bomen. Ja, wat me opvalt, de witte stammen. Ja, geeft net even dat wat extra. En Saskia heeft daarvoor witkalk gebruikt. Dat geeft niet alleen een mooi effect, maar zorgt er ook voor dat de stam bij strenge vorst extra beschermd wordt. Let er wel op dat je dit alleen bij zogenaamde kalkminnende bomen doet. Oude pannetjes, mooie oude balken. Klopt, die hebben we opgekocht van een oude boer, een schuur zeg maar. Ja? Dus hebben we al het eikenhout hebben we daar vandaan en toen dit neergezet. En zelf er hier neergezet? Ja, maar we struinen alles af hoor, van internet. De oude perenbomen, de dakplatanen waar we net stonden, ideaal. Even ook echt wel gelijk dat je vanaf dit punt het huis heel mooi ziet staan zo over de hoofdas. Ja. Hé, hey, de buitenkeuken, zie je mooie pizza oven zelf staan. Ja. Ik heb een verrassing voor je. Er zit gewoon een pizza in. Zit er pizza in? Je kan nog een pizza eten. Ja, jullie hebben het in ieder geval heel mooi gedaan hier. Dus van een grotere ruimte, dus optisch wat klein laten lijken. Hè? Door de haag te plaatsen, verschillende ruimtes van gemaakt. Klopt, ja.
Prachtig gedaan. Dankjewel. Nou, hij zal nu weer klaar zijn, denk ik. We gaan eten zo. Het ja. gaat, kijk. Ja hoor. Heerlijk. Lekker. Wil je meer weten over hoe je door middel van indeling je tuin optisch groter of juist kleiner kunt laten lijken? Kijk dan op eigenhuisentuin.nl/tuinindeling. Heerlijk. Heerlijk. Kijk eens. Nou, wijntje erbij. Alsjeblieft. Hey. Even proosten. Proost. Hey, hartstikke bedankt dankjewel. Dat ik bij jullie mogen kijken. Nou, jij dankjewel voor je komst. Hartstikke leuk. Heel mooi voor elkaar allemaal. Dankjewel. Cheers. Proost.